Prachtig opgetuigd en opgeschilderd met kooltier en grafiet om straks sneller te kunnen lopen, verlieten 8 buurtschepen het haventje van Gouw op weg naar de startlijn voor de eerste van de serie wedstrijden die onder de naam Skutjesielen jaarlijks in Friesland wordt gehouden. De bemanning van 8 à 10 koppen heeft zijn handen vol op zo'n vrachtschip. De meeste van deze vaartuigen liggen gedurende het grootste deel van het jaar renteloos en werkeloos voor de wal. Alleen voor het Skutjesielen worden ze nog in conditie gehouden. De schippers, die alles uit hun 120 meter zeil willen halen, steunen graag op de ervaring van de oude rotten in het vak. Vroeger werd dit soort schepen vooral gebruikt voor het vervoer van terpaarde. Om de concurrentie voor te zijn, moest het schip een grote snelheid kunnen bereiken en werd alles geëist van de stuurmanskunst van de bemanning. Skutjesielen betekent schuitje varen, maar dan volgens de ongeschreven reglementen van een oude sport met sfeer en karakter. Dankzij dit evenement herleeft elk jaar weer de glorie van de oude zeilvaart op de Friese meren.